Een hele goede morgen. 7:10, ben opgestaan. Eigenlijk is 7:10 helemaal niet zo vroeg. Maar ik wist weer zover te krijgen dat ik gewoon lekker om 2 uur naar bed ging. Maar dat is dus echt helemaal kut, want ik ben helemaal belabberd nu. Maar positief is wel, we gaan zo weer in de sport. En dan heb ik echt zo veel zin in. Dus ik ga snel al mijn laatste speeltjes even bij elkaar rapen. En dan de auto in. En dat was de eerste stop alweer. Jongen, jongen. We hebben nu 5 uur erop zitten ongeveer. En we zouden er eigenlijk 8 uur over doen. Tom, wat zei je nou? Nog 5 uur of nog 6 uur? Ja, oké, nog 6 uur. Tom heeft geen zin om te praten. Die is moe en gestrest. En Duitsers zijn kut, vindt hij. Duitsers zijn ook kut. Heel simpel. Irritant. Om 1 voorbeeld te geven. Ik stond net bij de wc. Jongetje, ik moet mijn handen wassen. Jongetje wil gewoon niet aan de kant gaan. Gewoon niet. Haal advies van scheid aan. Maar ja, we gaan nu lekker terug naar de auto. En dan gaan we weer door. Nog 6 uur te gaan. Spannend. Mijn kamertje voor de rest van de week. Voor de rest van de week. En nu gaan we even de rest van het speeltje pakken. En dan zal ik je zo meteen nog even een goede room tour geven. Zoals jullie zagen, echt een bizar appartement. Holy shit. En zeker dit balkon alleen al. Ik weet niet hoe er een lamp aangaat eigenlijk. Volgens mij, moet je hier de lamp aan doen? Dan moet je de lamp aan doen. Heb je toch wel een lamp hier? Ja, kijk. Lampie. En we zitten hier gewoon op het balkon midden in het centrum van Slatming. Jongens, helemaal top. Zeker na zo'n hele nacht, voor mijn gevoel, rijden. We hebben echt achter in de auto gezeten, of nee? Langer in de auto, bijna 12 uur in de auto, terwijl we eigenlijk maar 8 uur in de auto zouden moeten zitten. Dus drama. A few moments later. Zo, lekker zeg. Dat is gewoon lekker. Anoniem op vakantie. Anoniem. Wat zei je, pap? Ben je anoniem op vakantie? We zijn anoniem op vakantie. De beste. Camera is meteen op je gezicht. Lekker eten. Zo. Lekker sperms. Goulash. Echte schnitzel uit Oostenrijk. Dit wordt heel erg lekker smullen. Nou lieve mensen, we hebben heerlijk gegeten. Echt een topavond gehad. Het is natuurlijk een hele lange dag lekker in de auto, maar uiteindelijk lekker gegeten. Lekker biertje op. En nu ga ik lekker slapen. Of nou even slapen. Ik ga eerst eventjes op mijn editplekje die ik nu heb gecreëerd. Ga ik eventjes editen. Of in ieder geval een video uploaden, dat ik zeker weet dat ze online komen. En dan ga ik lekker mijn bedje hier induiken. Ja. Oh, voor de mensen die denken dat er vlekken op het bed zitten. Dat is niet zo, dat komt door de lamp. Ja, dat zal ik je laten zien. Kijk maar, de vlekken bewegen. Zie je dat? Ja. Dat is een beetje gek. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog, abonneer op het kanaal hier beneden. En aan het einde van deze video staat een shout-out van deze vlog. En als jij dat bent geworden, dan kun je dat zien. En als je dat wil worden, dan kun je me een like sturen op Instagram. Een like sturen. Dan kun je een foto maken op Instagram. Misschien ben jij het wel. Volgende video. Tot morgen. En dan gaan we eindelijk skiën. Fucking veel zin in. Houdoe.